zijn vandaag weer aan de vooravond van een hoogtijdag. Holi. Wie houdt nou niet van holi? Ik zeker wel, het is mijn favoriete feest. Een feest waarbij we allemaal vreugdevol, heel blij, vrolijk met elkaar omgaan. Het geeft eigenlijk ook, eigenlijk is de betekenis van holi een verandering. Er vindt eigenlijk iets plaats in de natuur. Je ziet zelfs ook in andere landen dat er een nieuwe seizoen aanbreekt. In Suriname kennen we niet al zodanig seizoenen, maar toch hebben we een regentijd, droge tijd. De ene keer regent het wel, de andere keer niet. Maar je merkt toch wel een verandering komen. Maar zeker voor de Hindoes is het een verandering in de kalender. En je merkt dan ook de verandering komen, ook in Suriname. Want ondertussen hebben we onze vaccin binnen. Enkele van ons zijn al ingeënt. Dat geeft aan dat we straks weer gezonde en vitale burgers hebben. Dat geeft aan dat er een verandering in positieve zin opkomst is. Dat geeft aan dat we straks weer sterk zijn om een hele grote bijdrage te leveren aan ons land. En daarom juist ben ik extra blij. Bovenal ben ik in het bijzonder blij dat wij straks gezonde burgers hebben weer. Dus aan ieder wil ik van deze kant uit een hele mooie holi toewensen. Maar wees u voorzichtig, we mogen elkaar natuurlijk niet gaan aanraken, want we zijn nog niet allemaal ingeënt en we zijn nog niet allemaal 100% virusvrij. Het virus is er nog. Dus viert u het wel, maar blijft u ten alle tijde voorzichtig. Dus iedereen, van klein naar groot, een hele mooie holi toegewenst aan jullie. En zoals we net gewend zijn te zeggen in Suriname, shoep holi. Shoep holi, namaste. Wij wensen de totale Surinaamse gemeenschap een shoep holi. Shoep holi, namaste.